En dat is Timo. Timo, goedemiddag. 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 Ja, ik heb hier iemand in de studio zitten voor jou. Wie is het? Hallo, Timo. Hi, Sinterklaas. Hallo, lieverd. Hoe is het met jou? Goed. Wat heb je allemaal gedaan vanochtend? Ik heb gevoetbald. Gevoetbald? Mm-hmm. Oh, nou ben ik heel nieuwsgierig. Hoeveel heb je gespeeld? Ik heb gewonnen met 4-2. Kijk hier. Yeah. Oh, nou, dat kan de dag niet meer stuk. En een Sint aan de lijn. Wat wil je nog meer? Geweldig. Geweldig, gefeliciteerd. Blij dat je weer kan voetballen, denk. Mm-hmm. Ja. Wat sta jij? Sta jij spits of rechtsbuiten of achter? Oh, Sinterklaas heeft er verstand van. Ja, Sint, die kan voetballen. Ik heb nog geen vaste plaats. Oh, je dwarrelt een beetje over het veld. Je kent eigenlijk van alles. Ja. Allround. Ah, kijk, dat mag ik horen. Heel goed, heel goed. Nou, Timo, ik ben nieuwsgierig, want jij wil een vraag aan mij stellen. Ja. En wat is dat voor vraag, lieverd? Wat is uw lievelingskleur? Oh, ja. Daar ga je. Ja. Dat is een vraag waar ik totaal niet op gerekend heb. En die vraag wordt bijna, nou eigenlijk nooit gesteld. Oh, oké. Okay. Dus, nee. Nou, Timo, hoor je dat? Je hebt een hele bijzondere vraag. Het is je primeur. Nou, zal ik het maar gaan vertellen? Ik ben benieuwd. Ja. Ga er maar lekker voor zitten. Ik denk dat ik het weet. Ja, jij denkt dat je het weet? Ik denk dat ik het weet. Als ik zo naar Sinterklaas kijk, denk ik dat ik het weet. Ik heb een vermoeden. Maar Sint, geeft u maar antwoord. De kleur van mijn sokken. Oh jee. En dat is... rood. Oh. Rood. Rood. Rood, ja. En de kleur paars. Oh, en paars ook. Je heeft twee lievelingskleuren. Twee lievelingskleuren. Aha. Kan de Sint niet echt kiezen, of... Nee. Het zijn een beetje de warme kleuren. De warme kleuren. Ja, de warme kleuren. Maar u heeft natuurlijk heel veel rood, maar u heeft ook paars, hè? Ja, maar mijn broek is paars. Ja, precies. En ja, ik heb ook paarse halsschoenen. Aha. Maar ik vind bij mijn mantel en mijn onderjurk, en dan zie je ook paars. En daar hoort wit bij. Dat steekt mooi af. Ja. En dan steekt die ring ook heel mooi af. Ja. Ja, precies. Hey Timo, wat is eigenlijk jouw lievelingskleur? Blauw. Blauw? Dat is ook mooi. Oké. Dat is ook mijn lievelingskleur. Ja, en... Waarom vind jij blauw zo mooi? Omdat het een beetje donker is, soms licht. Ja, dat kan je van alles bedenken. Dat lichtblauw, zachtblauw. Lekker natuurlijk, de zee. Ja. Marineblauw. Ja, marineblauw. Heb je ook. Ja, helemaal precies. Zeg, Timo, ben jij tevreden met de antwoord? Ja. Ja. Maar we hebben ook nog iets anders, hè? Want... precies. Ja, mag ik het? Ja, u mag het zeggen. We hebben nog twee dingen. Ik ben benieuwd welke u heeft. Kom, ik weet het haast wel zeker, want ik heb het gezien van een Piet. Die kwam ermee thuis. Ja. Die heeft stiekem bij jou gefilmd. Van buiten naar binnen. Mm. Want het schijnt dat jij een kunstje kan met een bal. Kijk. Ja, ik heb het ook geprobeerd, maar... Het lukte jou niet, Piet? Oh. Nee, ik vond het heel moeilijk. Jawel, ja. Dat vind ik. Maar je hebt hier wel talent voor nodig, hoor. Nou, dat heeft hij zeker, hè? Ja, zeker. Ja, dat vind ik zo knap. Piet kwam met zijn mobieltje. Sint, ik lag bijna in bed en toen kwam hij gewoon naar de kamer. Een leven op de ramen. Ik denk, wat is dit? Kom binnen, Piet, kom binnen. Sint. Ik heb iets aparts te laten zien. De nieuwe Maradona. Kijk. Ja. Die hebben wij gewoon op de telefoon. Ja. En hij liet het zien. Ik zeg, wauw. Wat knap zeggen. Ik heb het filmpje wel 5 keer gezien. Nou, Timo. En we hebben het filmpje opgeslagen in de computer. Kijk, dan kunt u het nog een keer terugzien dus. Dan kan Piet het uit zijn telefoontje halen, want ze moeten zoveel keer filmpjes maken. Dan raakt hij vol, overbelast. En als het in een, en dan doet het op een sticky. Ja. En dan kan ik het in altijd iCloud, hè, terugzien. Nou, te gek toch. Hey Timo, tof hè, dat Sint dat gezien heeft. Hartstikke goed, man. Hey Timo, jij hebt ook een hele leuke prijs gewonnen. Die kan je binnenkort ophalen. Die is beschikbaar gesteld door de winkeliers van Geesterduin. Dus dat is ook een extra cadeautje dus voor jou. Fantastisch, hè? Wat word jij weer verwend. En heb je toevallig ook de televisie aanstaan, of niet? Ja. Oké, okay, nou, dan kan je Sint ook zien, hè? Sint zwaait even naar je. Zie je dat? Ja. Oh nee, want ik zit in de gang. Oh, je zit in de gang. Hij zit in de gang. Je bent toch niet stout geweest, Timo? Je bent toch niet stout geweest, Timo, dat je in de gang zit? Hij moet even rustig bellen. Ah, oké. Ja, precies. Hij moet even concentreren op de Sint. Okay. Timo, vond je het leuk? Ja. Ja? Hey, doe je iedereen de groetjes? Ja. En ik wens jullie allemaal een hele fijne Sinterklaas. Ja. Dag, Timo. Doeg. Dankjewel. Dag. Doeg. Ja, leuk hè, dit.
Fantastisch. Dat was Timo. En ja, die heeft ook een hele leuke prijs gewonnen. We gaan weer even wat muziek draaien. En dan gaan we zometeen gewoon weer de volgende bellen. Want we hebben allemaal vragen binnengekregen. Dus ja, we gaan gewoon door. Hier is de Club van Sinterklaas. En...